Ik wil gewoon een master gehaald hebben. En dan kan ik tegen mezelf zeggen, oké, ik heb het maximaal eruit gehaald. Voor de rest hoeft het natuurlijk niks. Ik drink wel om dronken te worden, ja. Ik drink niet laf 3 biertjes. Of nou ja, laf, dus, hier ga ik al. Dat je om tot 12 uur uit kan. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. En dat vind ik verschrikkelijk. Dat je de dag erna niet meer weet van, kut, ben ik gisteren gefilmd, want ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar er is een hele nieuwe generatie ontstaan. Gewoon door de week yoga, sporten en het weekend lekker snuiven. En het gevoel hebben dat ze daarmee balanceren. Toen was dus dat met Kaasje allemaal gebeurd. En ik was ontploft op YouTube. En toen had je ineens een hypotheek van 2 keer zo hoog die ik kon krijgen. Dat download nou Kaasje, dat werd gewoon een meme. En ik hoorde het iedereen zeggen. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Relativeren, de podcast. En deze keer met niemand minder. Koen van Heest. Hallo. Koen, ja, je bent YouTuber, je bent ondernemer, afkomstig uit Haarlem. Nu woonachtig in Amsterdam en geheim gewoond in de omgeving van Rome. Dat is helemaal niet geheim, hoor. Dat was geheim. Het was geheim, ja, ooit. Want iedereen dacht dat jullie in Almere woonden, totdat die kleine kale kabouter op een gegeven moment bij jullie op de stoep stond. En gewoon Google Maps erbij nam. Ja, verschrikkelijk. Mensen weten dat niet. Alleen wij wonen natuurlijk met 4 YouTubers in een huis. En als je één ding dan niet wil, is dat er veel kinderen langskomen. Dat is zeg maar echt het enige wat je niet wil. En toen kwam JJ. En we hadden tegen iedereen gezegd, we wonen bij Almere in de buurt. En nou, vrijwel iedereen geloofde het. Ja, behalve echt natuurlijk de mensen die er omheen wonen, want die zagen ons. Ja. En toen kwam JJ langs en die had zo'n mooie kaart van Nederland en dan zo'n waypoint op Roon, waar we woonden, toen hij bij ons langs was gekomen. En toen was de mythe toch wel voorbij dat we zeg maar niet in Roon woonden. En klommen ze toen over de hekken? Nou, het scheelde niet veel, hoor. Er zijn regelmatig kinderen niet over, maar wel om de hekken heen geklommen. Dus het was... Wat zeg je dan? Kijk, nogmaals, jullie hebben daar natuurlijk gewoon, voor de mensen die het niet weten, met een club gasten genaamd De Bankzitters. Jullie maakten daar heel veel YouTube-video's, maar ook niet alleen voor bankzitters, ook voor jullie eigen volgers. Ja. Er gebeurde van alles. Toch wel een beetje een jongensdroom om zo met z'n allen in een huis te wonen. Het was ook een fucking vet huis. Mm-hmm. En jullie hebben natuurlijk een grote following. Gasten die jullie zwaar supporten. Meiden misschien ook wel. Maar als ze dan onder het hek door de tuin... onder het tuinhek naar binnen kruipen, lijkt me toch wel dat je ze met een luchtbug de tuin uitschiet. Of? Nou, we hadden dus een luchtbug. En die hebben we wel eens dat we gewoon in de gedachte hadden, gaan we die gebruiken? Maar dachten nee, want dat levert alleen meer problemen op. Ja. We hebben ooit wel gebruikt trouwens, toen er op een gegeven moment was er regelmatig vlogen een drone over ons huis. Ja, dat is natuurlijk echt irritant dat mensen gaan kijken wat je aan het doen bent. Ja. Dus toen hebben we regelmatig geprobeerd die drone uit de lucht te schieten met die luchtbug. Ja, mooi. Maar niet gelukt helaas. Dat lijkt me ook wel irritant. Heb je die, ik weet niet of jij die Danny Duncan kent uit Amerika. Nee. Dat is ook een YouTuber, maar die woont in Florida. En dan mag je natuurlijk gewoon schieten met geweren. Ja. Hij heeft een fucking grote ranch. En dan vliegt hij met auto's over schans heen en weet ik veel wat. En hij was aan het opnemen met een andere YouTuber, die Steve Will Do It. Mm-hmm. En toen kwam hij, toen vloog er ook een drone in de lucht. Maar die drone, die batterij was op van dat ding of zo. Dus die stortte neer in de tuin. Toen pakte hij zo'n grote AK-47 en heeft het hele ding verrot geschoten. Nou, dat was een beetje wat wij wilden, ja, maar wat niet gelukt is helaas. Hey, maar die tijden die zijn voorbij, hè, Roon? Ja. Mis je het nog wel eens? Nou, ik had het daar toevallig, al wat daar gisteren over. Want gisteren waren we met alle gasten bij elkaar. En toen ging het erover van wie mist het meest van ons. Ja. Waarom we het daarover hadden, geen flauw idee. Maar ik had verwacht dat ik het veel erger zou missen dan dat ik het mis. Ja. Omdat wat we een beetje hadden, we waren zeg maar constant samen. Wat echt heel gezellig was en het was echt heel leuk. Alleen je deed soort van niet meer, ging je soort van leuke dingen als vrienden doen met z'n allen. Dat merkte heel erg. Mm. Natuurlijk was het ook in coronatijd, dus dat deed je toen gewoon niet. En we merken nu we zeg maar allemaal apart wonen, we zien elkaar ook best veel, omdat we werken met alles wat we doen, werken we samen ongeveer. Ja. En we zien elkaar nog meerdere keren per week. En we hebben nu straks een kantoor in Utrecht, dus dan zien we elkaar waarschijnlijk gewoon 5 keer per week. En we zien nu wel dat nu gaan we wel met z'n allen weer uit en zo, wat we eerst helemaal niet deden. Want normaal waren we gewoon de hele week bij elkaar en dan ging je uit met vrienden uit van je middelbare school en dat soort dingen. Ja, en het is ook als je zo dicht op elkaar zit. Ik kan me ook voorstellen dat... nu je ziet je vrienden wanneer je er zin in hebt. Maar dan zie je ze altijd. Dus ook op het moment dat je misschien geïrriteerd bent of zo. Ja, maar dat viel eigenlijk wel mee. Ja? Ja, want we hadden wel allemaal onze eigen kamer. Je kon jezelf best wel gewoon afsluiten van de rest, zeg maar. Mm-hmm. En over het algemeen, we werkten gewoon. En 's ochtends en 's avonds zagen we elkaar en door de middag af en toe even. Maar over het algemeen was het niet zo dat je constant op elkaar zat. We zaten niet te werken in de woonkamer of zo. Iedereen zat gewoon op zijn eigen kamer zijn ding te doen. En daardoor hebben we eigenlijk... Kijk, je hebt natuurlijk kleine dingen van vaatwassen uitruimen, dat soort dingen. Maar we hebben 2 jaar daar gewoond. Ja. Maar geen één keer echt grote ruzie gehad tussen. Nee. Echt wel chill. Wel ja, toch ook wel uniek. Ja, maar we laten ook elkaar allemaal ook gewoon in zijn waarde. Dus dat is ook gewoon wel chill. Ja, dat is wel belangrijk, ja. En heb je het gevoel dat dat nu een soort van de magie weer terug is van die vriendschap? Van oké, je spreekt weer af op het moment dat je er echt zin in hebt. En dat het wat bijzonderder is als dat je elke dag langs elkaar loopt in je onderbroek en je badjas met je vieze sokken aan.
Nou, misschien wel. Nou, ja. Ik vind het dus echt wel... Ja, ik dacht echt dat ik er heel veel moeite mee ging hebben. Omdat ik vind alleen zijn, ik vind het echt kut. Ja. Ja, ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik vind het gewoon fijn. Ook al ben je zeg maar alsnog gewoon alleen in je kamer. Maar is er iemand anders nog in het huis? Dat vind ik al fijn. Dat je, zeg maar, als je wil gewoon even met iemand kan praten, zeg maar. Dus ik had verwacht van, ik ga nu alleen wonen. Ik ga het echt verschrikkelijk vinden. Nou is het nu ook zo dat mijn vriendin is eigenlijk bijna elke dag bij mij. Dus ik ben eigenlijk alsnog nooit alleen. Alleen ik had wel... alleen het enige kutte, dat is echt kut. Wij keken natuurlijk elke avond voetbal. Ja. Elke avond. Ja. We keken op maandag keken we VI. Dinsdag, woensdag Champions League. Donderdag Europa League. Vrijdag VI. Zaterdag, zondag Eredivisie. En Premier League en Liga. Dus zeg maar elke avond als je beneden kwam, kon je voetbal kijken met iemand. En dat is nu niet meer. Nee. Dus dat is wel een soort van jammer. Je vriendin, die krijg je nog niet zo ver. Die houdt er niet van. Die vindt het niet erg als ik kijk. Alleen het ding is, het is een beetje triest. Ik heb dus nog geen bank. Ja. Dus, en ik heb wel gewoon voor de rest alles af. Dus ik zit dan dus... Op een bierkrat. Nee. Ik zit dan dus op zo'n eettafelstoel zit ik dan voor de tv. Zo met een biertje. Het is echt een hele, heel, heel triest om in te beelden. Heb je wel een bijzettafeltje? Nee, ook niet. Dus nee, hier is een bord spaghetti. Ja. Het is echt triest. Ik kan dan hier een biertje en hier wat chips leggen op een schoot neer. Het is echt... Ja, het ziet er echt heel triest uit. Dus, maar als het goed is, komt dinsdag de bank binnen. Dan zijn al die problemen voorop. Oké. Dus, hoe komt het dat je denkt dat je niet alleen kan zijn? Want je hebt het eigenlijk volgens mij nog nooit geprobeerd. Nee, dat klopt eigenlijk. En het gaat eigenlijk tot nu toe altijd goed. Ja. Daarom denk ik dat het goed gaat als ik met meer mensen ben. Nee, ik vind het gewoon chill. Omdat ik vind het gewoon leuk om contact te hebben met mensen. Ik vind dat gewoon fijn. En ik heb een paar jaar dus in... Ik ben dus geboren in Haarlem. Daar heb ik tot mijn 18 gewoond. Toen heb ik vanaf mijn 18e tot mijn 21e in Rotterdam gewoond. Ik ging daar studeren. Mm-hmm. Maar dat was best wel aan Erasmus. Ik deed bedrijfskunde. Oh ja. Prima studie. Hartstikke leuk. Niet heel moeilijk. Dus gewoon chill. Kon je makkelijk leren? Ja, ik kan heel makkelijk leren. Dat is echt chill. Als ik iets zeg maar één keer lees, dan weet ik het eigenlijk al. En dan lees ik het nog een keer door voor de zekerheid. En dan ken ik het wel. Ja? En dan haal ik geen negens hoor, maar gewoon wel gewoon een 6 of 7. En dat vind ik prima met het leren. Zou je dan zeggen dat heeft vooral met mijn geheugen te maken of leg je snel verbanden? Ik denk ik snel dingen snel. Ja, dat denk ik. Maar het geheugen ook wel, dat is ook prima. Mm. Als ik iets lees, onthoud ik het gewoon. En wat ik inderdaad heb, ik onthoud een soort van de belangrijke dingen. Want ook op de uni deed ik van, ik ging eigenlijk nooit naar college. Want ik kan me daar niet concentreren, want dat is dan weer te veel mensen. Dus dan zit ik alleen maar op mijn telefoon, want je overhoor je geroezemoes, zeg maar. Ja. En ik heb ook sinds, na het eerste trimester heb ik geen boek meer gekocht. Maar ik heb alles gewoon met samenvattingen gedaan. Ja? Ja, en dan kocht ik een samenvatting en dan las ik het één keer door en dan markeerde ik de belangrijke dingen. En dan las ik nog één keer de gemarkeerde dingen door. En dan ken ik het op zich wel. Dat was voor jou, dan was je altijd zelfverzekerd over het feit dat je die toets was. Nou, ik ben dus echt van mening op het moment dat je zo'n tentamen ingaat met het idee van ik ga het gewoon halen. Dat je dan echt veel meer kans moet halen met van... ik heb het maar één keer doorgelezen, ik ga het waarschijnlijk niet halen. Ja, absoluut. Nee, dat is gewoon mindset. Ja, en ik heb dat altijd gedacht van ik ga het wel halen. Nou, en soms haal je het niet, maar meestal wel. Mm. En dan haal je het bij de herkansing. En dat is dan in principe prima. Ja, oké, maar die zelfverzekerdheid die moet natuurlijk wel op een bepaald moment getriggerd worden. Of, ja, dat is zo. Terecht zijn. Ja. Dus jij wist van jezelf, als dat 10 keer lukt, dan is het ook makkelijk om zelfverzekerd te zijn. Mijn moeder zei eens tegen mij dat ik dan... Ik heb het eigenlijk altijd dat ik zeg van, dat kan ik wel. En dat ik het dan ga doen. En dan vaak lukt het ook wel. Ja. Dan zei ik van, toen ging je voor het eerst zwemmen. Toen zei je, ik kan wel zwemmen. Mm. Toen ik nog nooit gezwommen had. Nou ja, ik kon het natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Ik heb ook geen idee hoe dat trouwens is afgelopen. Alleen in ieder geval, toen had ik dat een soort van e-mail. Ik zei van, ik kan het gewoon, dan ga ik het doen. Ja. En als je gewoon met die gedachte erin gaat, dan lukt het vaker denk ik als je... met de gedachte van het gaat me niet lukken, dit wordt moeilijk, erin gaat. Volgens mij was het ooit een uitspraak van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan of zo. Ja, ik ben Pippi Langkous. Jij bent Pippi Langkous. Dames en heren. Ik ben Pippi Langkous. We hadden het er net over. Jij vroeg aan mij van waarom heb je een koptelefoon op? Ja. Voor de mensen die dat zich ook afvragen thuis. Ik kan me voorstellen dat die vraag misschien door je koppie dwaalt. Ja, ik vind het lekker, want wij zitten nu afgesloten. Je hoort echt alleen jezelf. En ik ben heel snel afgeleid. Dus als ik daar een of andere vogel ineens zie, dan ben ik uit het gesprek. En zo kan ik me focussen. Toen zei je van, ik ben eigenlijk ook redelijk druk en snel afgeleid. Maar je hebt toch jij vindt hem niet pittig. Maar veel mensen vinden die studie wel pittig. Op de Erasmus gedaan. En toch met redelijk wat gemak. Hoe rijm je dat? Dat je het moeilijk vindt om je te focussen, snel afgeleid bent, maar wel zo'n studie afrond, redelijk makkelijk. Ja, ik vind het wel moeilijk om te focussen. Alleen, ik heb wel dat ik lees. Want veel mensen, als ik dit zeg, dan zeggen veel mensen van, je leest maar één keer en je weet het al. Ja. Maar ik lees het wel echt.
Als in elk woord wat ik lees, neem ik in me op. Dus het is niet alsof ik dat in een uurtje uitlees. Nee. Nee, ik lees het gewoon echt goed. Dat ik echt gewoon elk woord snap. En elk woord wat er staat begrijp. Ja. En dan markeer ik het. En dan lees ik dat nog een keer. En dan kan ik het. Maar op zich, als ik me ergens op focus, kan ik me er best wel in vastbijten. Ja. Alleen ik vind het gewoon soms lastig in dingen die me niet interesseren om me daarin in te focussen. Dus daarom heb ik nu ook constant zitten kijken. Van. Ja. Ik ben trouwens gewoon Bilal Wahib aan het luisteren. Dus ja. Kwam je tegen op je pizza? Ja, lekker nu. Joh. Aga staat weer gewoon goed op één. Ja, maar ja. Nog niet op Insta. Wat zei je? Nog niet op Insta. Hey, is hij nog niet op Insta? Nee. Ik zou er ook even een jaartje tussenuit gaan. Ik denk niet dat het zijn keuze is, maar goed. Om niet op Insta te zitten? Nou, weet ik niet. Hij heeft wel veel over zich heen gehad. Ja, voor mij heeft Insta gewoon gezegd, je komt er niet meer op. Voor mij is dat het meer. Denk jij? Ja, dat is voor mij wat er gebeurde. Oké, ja, dat weet ik niet. Ja, voor mij wel. Oké, nou bij deze. Ja. En Bilal Wahib mag niet meer op Insta. Hij zegt het, Koen. Ja, weet het. Wat ik denk. Voor mij Oké, dat hij een permanente ban heeft gehad. Ja. Ja, trouwens, dat zou natuurlijk wel kunnen op basis van wat er is gebeurd. Ja, nou goed. Maar boeien. Ik nodig binnenkort iemand van Instagram uit om dat te bevestigen of te ontkrachten. Ja, goeie. Ik ben benieuwd. Ja. Ik ben benieuwd dat ik zo moet. Wel grappig, want Roel, ik was van de week bij Roel en toen, toen hadden we het over jou. En toen begon hij van, ja, we hadden het over ondernemen. En toen begon hij van, ja, je moet met Koen gaan praten, want Koen is een ondernemer en daar kan ik superveel van leren. En dat was heel erg te spreken over jou. Wel grappig dat je nu, ik wist niet dat je ook dus bedrijfskunde hebt gestudeerd. Ja, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nee, maar je hebt daar dus wel altijd een soort van, je vindt het interessant gevonden. Ja. Of heb je die studie echt gewoon blind gekozen? Nou ja, wat het meer was, en dat heb ik nu ook, ik doe nu ook nog een master. Ja, welke is dat? Ja, Master Management aan de Open Universiteit. Oké. Dat is, ja... Ik wilde eigenlijk een master gaan doen aan Erasmus. Maar dit is een bizar verhaal. Ja, ik weet niet of dit boeit. Alleen, jawel. Als je dus een master aan Erasmus wil doen, dan moet je een 7 gemiddeld staan. Mm-hmm. Wat op zich prima is. Maar ik vind het raar, want bijvoorbeeld de bedrijfskunde in Groningen is veel makkelijker, heb ik gehoord. Of het is, weet ik niet, want ik heb het zelf niet gedaan. Dus je staat daar veel makkelijker een 7 gemiddeld. En dan mag je wel een master in Rotterdam doen. En ik heb gewoon in Rotterdam mijn bachelor gehaald. Nee. En dan mag je geen master in Rotterdam doen. Dat is toch vreemd? Het is sowieso vreemd, want ik vind als je je bachelor haalt, op basis van een 6 of een 9, je hebt hem gehaald. Ja, ik snap wel als je zeg maar ergens bij een hele zette unie je bachelor haalt, dat ze zeggen van oké, maar als je dan een master wil doen bij misschien wel de beste masteropleiding van Nederland, dan moet je dit halen. Maar ik vind als je je bachelor hebt gehaald bij de plek waar je ook je master wil doen, dan moet je altijd je master kunnen doen. Maar een slechte unie vind ik eigenlijk al een raar begrip, want ik bedoel, wanneer mag een universiteit zich een universiteit noemen? Ik bedoel, ik vind het al raar dat je dan een slechte unie hebt in hetzelfde land en een hele goede unie hebt. Ja. Hoe baseren we dat dan? Maar misschien niet eens in hetzelfde land. Maar bijvoorbeeld als je mensen ziet die op exchange gaan naar Amerika of naar Thailand of zo. Ja, die komen gewoon met alleen maar 10 terug. Omdat het verschil is zo groot tussen die universiteit en de universiteit hier in Nederland. De scholing is hier zo goed. Ja. Misschien inderdaad niet, is het voorbeeld in Nederland niet goed, maar wel met buiten Nederland. Mm-hmm. Maar ja, ik vond het gewoon raar. En daarnaast was het ook, dat is gewoon een fulltime master. En dat red ik gewoon niet nu. Want dan moet je gewoon echt elke dag eraan zitten. En dat gaat niet. Maar om even helemaal terug te komen. Ja. Ik ben eigenlijk een studie gaan doen. Omdat ik gewoon graag een studie wil doen. Maar niet per se omdat ik dacht van ik wil iets met mijn studie gaan doen. Maar waarom wilde je graag een studie doen? Omdat ik het gewoon... Ik heb altijd gedacht van stel alles gaat fout. Ja. Dus niks lukt en alles gaat helemaal mis. Dan heb ik in ieder geval het maximaal eruit gehaald en een studie gedaan. Ja. En dat is ook puur de reden waarom ik nu een master doe. Ik wil gewoon een master gehaald hebben. Ja. En dan kan ik tegen mezelf zeggen, oké, ik heb het maximaal eruit gehaald. Dat vind ik gewoon voor mezelf belangrijk. Want voor de rest boeit het natuurlijk niks. Want ik heb helemaal niks aan die master. Ik ga het nooit nodig hebben. Mm. Tenminste, dat kan ik me niet meer voorstellen nu dat ik het ooit al nodig heb. Nee. Maar ik vind het voor mezelf gewoon, ik heb nu ook mijn bachelor gehaald. Ik was er echt blij mee. Dat ik zeg maar gewoon mijn bachelor gehaald had. Ondanks dat ik zeg maar constant bezig was met andere dingen die eigenlijk veel belangrijker zijn voor mij. Maar dat ik dan toch nog mijn bachelor had, ben ik dan wel echt gewoon Ja, tuurlijk. Maar dat is eigenlijk voor jou gewoon een soort persoonlijke uitdaging. Ja, dat is het. Echt puur dat. Ja. Echt volledig dat. Want ik heb het nergens voor nodig eigenlijk. Nee. Nee, maar je bent een superhandige jongen. Je bent aan het ondernemen. Je hebt een YouTube-kanaal. Je houdt best wel veel pannetjes op het vuur tegelijk. Maar is wel, ja, de meeste ondernemers die je spreekt, het is een enorm cliché, maar het is gewoon doen. Ja. Uit gaan vinden, op je bek gaan en dan op een gegeven moment daar toch vanzelf wel handig gaan worden. En je ziet ook heel veel, eigenlijk best wel veel grote ondernemers die eigenlijk helemaal geen studie hebben afgerond. Die gewoon begonnen zijn en gewoon een wilskracht hadden, et cetera. In hoeverre denk je dat... maar ja, ik denk wel, als je echt een ondernemer wil worden, dat het vaak wel goed is om een beetje eigenwijs te zijn. En ik denk op het moment dat jij heel lang
studies volgt, dat je dan toch wat meer geprogrammeerd wordt om in een bedrijf te werken of voor een baas te werken. Ik heb het gevoel dat dat ook kan afremmen. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, stel er zijn 10 ondernemers die hun school niet hebben afgemaakt en dan, ik word daar een beetje gek van. Dan krijg je altijd inderdaad van, ja, je hoeft je school niet af te maken om ondernemer te worden. Nee, dat hoeft ook niet. Maar er zijn waarschijnlijk 100.000 die het ook niet hebben gedaan en die geen ondernemer zijn geworden, omdat het gewoon niet gelukt is. Mm-hmm. Het is een soort van, soms wordt er een soort van gedaan alsof het niet school afmaken gelijk staat aan, dan word je een goede ondernemer. Maar dat is natuurlijk gewoon bullshit. Maar er zijn mensen die hun school af hebben gemaakt, die ondernemer zijn. En ook een paar die hun school niet hebben afgemaakt, die ondernemer zijn. Maar een soort van, het wordt een soort van, ik ben het gewoon niet helemaal eens met dat standaard van, ja, eigenlijk hoef je school niet af te maken, want je kan nog ondernemer worden. Want ik vind het heel belangrijk dat je school afmaakt. Omdat je leert ook gewoon op een andere manier denken. En dat is ook gewoon belangrijk. En natuurlijk, er zijn heel veel dingen die je leert op school die totaal onnodig zijn en waar je niks aan hebt. Of in ieder geval waar je als persoon niks aan hebt. Want iemand anders kan dat precies hebben over de dingen waar jij wel wat aan hebt. Uiteindelijk heeft iedereen iets aan wat je leert op school. En ik vind dat een beetje dat, ja, je ziet het ook in Nederland, zag je het heel voorbij komen dat heel veel YouTubers stopten met school en allemaal kapten. Dat is zo'n slecht voorbeeld, vind ik. Ja? Ja, ik vind het echt slecht. En daarom ben ik blij dat wij met bankzitters hebben we allemaal onze school afgemaakt en allemaal vervolgopleiding afgemaakt. Nou, of eentje is nog bezig, maar die is in ieder geval nog bezig met de Unie ook. En ik vind het wel goed om ook te zien van, je kan ook gewoon doen wat je leuk vindt, zoals YouTube en een bedrijf runnen. Maar ook gewoon nog leren en ondernemen en studeren. Want dat is gewoon minstens even belangrijk, vind ik. Nou ja, nee, maar het is ook heel interessant wat je zegt. Want het een sluit het ander niet uit. Dus je hoeft ook niet je hoeft daar ook geen label op te plakken van. Dat er maar één weg is. Als je stopt met studie, dan word je een goede ondernemer. Nee. En als je een goede ondernemer wil worden, dan moet je stoppen met studie. Wat ik wel zie in mijn eigen omgeving, is wel echt alle ondernemers die ik ken, zijn over het algemeen wel mensen die op jonge leeftijd al iets hadden. Ik heb geen zin om voor een baas te werken. Ik heb een hele sterke wil. Ik heb een bepaald, ook wel vaak een soort autoriteitsprobleem. Mensen die zoiets hebben van, nee, ik ben eigenwijs, ik wil dit. En die wel heel ver zijn gekomen omdat ze op jonge leeftijd zijn gestopt. Maar dan moet je er dus wel enorm veel tijd, uren en geluk, passie in stoppen. En je moet ook gewoon geluk hebben. Uiteindelijk is het ook gewoon een portie geluk. Want iets kan aanstaan, iets kan veel te vroeg komen. Dat de mensen nog niet klaar zijn voor jouw product, idee. Ja. Maar je kan natuurlijk ondernemer zijn en iets fantastisch bedenken. En dat is misschien dan inderdaad meer dat je dan school helemaal niet nodig hebt. Als je iets helemaal unieks bedenkt. Mm-hmm. Maar je bent ook ondernemer als je je eigen bedrijf start in de advocatuur of weet ik veel wat. Absoluut. Nee, helemaal waar. Maar ja, daar moet je voor studeren. Ja. Alleen het is een soort van, als er een ondernemer is, dan vragen ze altijd van, en heb je school afgemaakt? Is van, nee, heb ik niet. Dan is gelijk, bam, wow, hij heeft geen school afgemaakt. Ja. En is wel ondernemer. Nou, flikker op. Het is niet alsof het knap is dat je school niet hebt afgemaakt. Ja. Het heeft gewoon zin om je school te maken. Je leert gewoon. En als je nou met je ziel onder je armen loopt op school. Dus dat je studeren lastig vindt. Ja. In die stramine van een school. En dan vind ik het heel logisch. Ja, ik ook. En ook knap dat je durft te zeggen op jonge leeftijd al. Weet je wat, ik stap uit de studie. Want er is ook maatschappelijke druk. Vanuit je ouders bijvoorbeeld. Zo'n sociale druk. Maar ik ben gestopt met mijn studie. Mijn moeder zei ook. Ja, maar hoe ga je dat dan doen zonder papiertje? Dus dan ben je 18, 19 en dan krijg je eigenlijk het gevoel aangepraat dat je zonder papiertje nergens komt. Nee, dat is natuurlijk ook niet goed. Dat is al wat ik wil zeggen. Is alleen van, als jij voelt, hè, want er zijn heel veel mensen die worden heel ongelukkig op school. Die vinden het heel erg lastig. Die routine binnen zo'n universiteit, die structuur daar. Ja, die zijn misschien wel beter af als ze vrij zijn in hun hoofd. En niet, geen toetsen hoeven te leren wat ze heel erg lastig vinden. Maar gewoon hun creativiteit los kunnen laten. Dus daarin, daarin zijn twee verschillende wegen. Maar wat jij zegt, ben ik wel met je eens. Het een sluit het ander niet uit. Nee, en het hoeft ook geen battle te worden in van, oh, jij wil je school nou. Dat is helemaal niet. Doe gewoon wat goed voelt. Nee, ik heb een beetje wat jij zegt. Dat je dan die sociale druk voelt van je ouders bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet goed. Maar en dat heel veel mensen school niet leuk vinden, geloof ik ook. Uiteindelijk vindt niemand school echt leuk. Maar als ik nu terugkijk op school, vond ik het best oké. Alleen wat je nu krijgt is een soort van het omgekeerde. In plaats van die sociale druk van dat je ouders zeggen, ga aan school, ga aan school. Zie je al mensen die zeggen van, ik ben succesvol, ik heb een school niet afgemaakt. Ja. Het zijn en YouTubers en al die gasten met, weet ik veel, die cursussen verkopen. Het zijn allemaal, nee, maar het is wel zo. Ja, je hebt allemaal, mensen zien allemaal, als je wat je ook opent, je ziet rijkdom. En het gaat erom dat ze school niet hebben afgemaakt. Waardoor je een soort van helemaal inderdaad van dat ene, wat misschien dan vroeger meer was, dat je ouders zeggen, maak je school af. Mm-hmm. Het zal nog steeds wel zo zijn, natuurlijk. Ja, ja. Naar dat je nu hebt van, je school hoef je niet af te maken. Je kan zo en zo rijk worden. Het gaat niet alleen om rijk worden. Nee. Het gaat erom dat je jezelf gewoon ontwikkelt. En natuurlijk zijn er altijd mensen en die zeggen zelf van, ik kan gewoon niet leren. Ja, dan kan het niet. Zo makkelijk is het. Maar
in ieder geval, iedereen moet het wel gewoon proberen. Omdat het wel gewoon goed is voor jezelf. Ja. Vind ik. Nou ja, nee, maar ik ben dat met je eens. En ik vind ook die... dat verheerlijken van rijkdom en soort van financiële vrijheid. En daarmee dan... daarmee zou het leven dan geslaagd zijn. En je krijgt heel veel van die cursussen om je oren gesmeed. Ja. En coaching sessies van allerlei figuren die je de wereld beloven. Ja, maar het ding is, dat boeit ook niet, want het is nooit genoeg. Nee, dat stopt ook niet. Want stel je hebt op een gegeven moment financiële vrijheid. Je verdient met passief inkomen 10.000 euro per maand. Nou ja, dat is natuurlijk meer dan genoeg. Precies. Maar het is nooit genoeg, want dan is het niet genoeg. Want dan wil je allemaal veel duurder eten. Ja. Wil je allemaal veel dure dingen. Wil je veel dure kleding. Dus dan wil je naar 20.000 euro per maand. Ja. En ben je daar, wil je naar 40.000. Het is toch nooit genoeg. Ja, het grappige is dat we praten dan over financiële vrijheid. Alleen de mensen die zeg maar heel erg rijk zijn, die hebben juist geen vrijheid meer. Want die zijn altijd heel erg bang om het geld dat ze hebben weer te verliezen. En die angst schijnt veel groter te zijn bij mensen die... die extreem veel geld hebben. En daarbij is het, er wordt wel eens grappig over gedaan. Ja, krijg er allemaal zorgen bij. Want je hebt een boot, je hebt 4 huizen en dat moet je allemaal onderhouden. Het is echt zo. Veel geld brengt ook heel veel zorgen met zich mee. Maakt het leven misschien makkelijker omdat je alles is voorhanden. Want je kunt het betalen. Maar er komt ook heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. En er komt heel veel... Ja, je leven wordt ook wel op heel veel vlakken heel ingewikkeld. En het kan vrij simpel zijn als je wat minder hebt. En het schijnt dat, dat is dan een soort van wetenschappelijk onderzoek geweest, dat tot 70.000 euro per jaar geld inderdaad invloed heeft op je geluk. Hè? Dus dat als je 70.000 euro per jaar verdient, ik weet niet of dat exact klopt, het bedrag. Maar dan heb je redelijke financiële vrijheid. Dan kun je uit eten. Als je vrienden vragen, heb je zin om mee te gaan. En je kunt waarschijnlijk 3 keer per jaar op vakantie. Dan schijnt het invloed te hebben op je gelukshormoon. En daarna is het eigenlijk... is die ton of die 3 ton of die 5 ton of die 1 miljoen of die 10 miljoen... blijkt dus geen invloed meer te hebben op je geluk. Dus dat is ook wel interessant om überhaupt om daar rekening mee te houden... als je blind staart op potten met goud. Ja, die enorme potten met goud. Nee, ik vind dat wel gewoon een bijzonder fenomeen allemaal. Dat allemaal makkelijk stoppen met school. Als in, er zijn natuurlijk inderdaad een paar voorbeelden. Zeg maar, bij jou is het hartstikke goed uitgepakt. Mm. En bij allemaal anderen ook. Maar er zijn waarschijnlijk zeker veel meer waarbij het niet goed is uitgepakt. Ja. Alleen ding is, die hoor je nooit. Want die gaan niet zeggen, ik ben gestopt met school. En nu heb ik geen flauw idee wat ik moet doen. Dan zit ik alleen maar thuis. En ik heb geen opleiding, maar ik dacht dat ik alles goed ging komen. Omdat ik die en die cursus had gecheckt. Ja. Nee, maar ik denk dat de conclusie toch gewoon is... succes, zakelijk of wat dan ook in je leven hangt ook af van de uren die je erin stopt. Ja, 100%. En de meters die je maakt. En dat is zowel voor je studie, want als je wil slagen, dan moet je heel veel leren en studeren. En als je wil ondernemen, moet je gewoon als een sodomieter aan de bak. En ga je ook een keer op je bek. Net als dat je een keer een toets niet haalt tijdens je studie. Verkoop je een keer een product wat niemand wil hebben. Nee, dat niemand wil hebben. Dus daarin zit volgens mij gewoon... daarin overlapt het elkaar volgens mij gewoon. Je moet gewoon keihard je best doen. Ja, en dat is het gewoon. Je moet gewoon keihard werken. En het is inderdaad met alles als je iets wil bereiken. Ja. En als dan iets niet werkt, dan is het na 2 dingen. Of mensen moeten het niet. Mm. Ja, of je hebt gewoon niet hard genoeg je best gedaan. Ja, precies. En het is soms ook gewoon geluk, hè. Want je kan een heel goed product hebben. Maar inderdaad, soms slaat het niet aan. Of je doet verkeerde marketing. Of, of het gewoon het product zelf is net kut, weet je. Ja. Dat kan gewoon gebeuren. Ja, je hebt ooit een game ontwikkeld. Heb je natuurlijk al vaak veel over verteld. Maar dat is natuurlijk wel... dat is wel echt een mooi verhaal. Ja. Dat heeft je ook veel geld opgeleverd. Ja. Kaarsje heette het. En het idee daarachter... ontstond het als grap of was het voor jou... Ik wilde gewoon een YouTube-video maken. En daarin ging ik een app maken. Of een app laten maken. Ik had het idee, maar ik kan natuurlijk zelf helemaal niks met computers. Nee. Dus heb ik het iemand laten maken. En dacht ik van, oké, dan maak ik 1 video. En dan kun je het downloaden. En dan maak ik de video daarna dat ik zie hoeveel ik ermee verdiend heb. Ja. Maar het ging zo hard dat na een dag hadden 50.000 mensen gedownload. En na 3 weken 1 miljoen. Ja. En toen kwam het Jeugdjournaal, het AD en... Waren het allemaal mensen uit Nederland? Ja, en Vlaanderen. Jeetje, 1 miljoen mensen. Voor mij nu 2 miljoen keer gedownload in totaal. Holy shit. Ja, het is echt bizar. En het wordt nog steeds veel gespeeld. Maar nu echt door kleine kinderen van 4 jaar en zo. Maar wat is het verdienmodel achter zo'n game? Ja, je verdient door advertenties. Ja. Elke 2 keer als je doodgaat, komt er 1 advertentie. Dat is natuurlijk echt schitterend. En dan moet je op die advertentie klikken of wachten tot alleen, voorbij is? Nee, alleen als hij laten zien wordt, dan krijg je al... Het is hetzelfde als met YouTube, zeg maar. Ja, dus, het is gewoon op basis van CPM 1000 mensen die een advertentie zoveel geld krijgen. Ja, alleen die CPM ligt wat hoger, denk ik, bij die games, of niet? Of is dat wel hetzelfde? Nee, iets hoger misschien. Maar je ziet natuurlijk wat vaker. Dat is wat mij... dus veel geld heb opgeleverd. Nee, maar het ding was, dat was natuurlijk totaal
random dat dat gebeurde. Dat sloeg helemaal nergens op. Want dat, ik had dat totaal niet verwacht. En dat zo is gebeurd, is natuurlijk super mooi. Maar aan de andere kant is het wel, zeg maar, ik werk sinds ik 16 ben, ben ik elke dag al bezig met gewoon YouTube en opbouwen en opbouwen. En dan op een gegeven moment komt het dan op deze manier eruit. Wat natuurlijk heel mooi is en onverwacht. Maar ik ben van mening, als je gewoon altijd hard voor werkt, dan ooit komt het er wel uit op een manier. En zelfs bij mij blijkt niet altijd de manier die je helemaal van tevoren hebt verwacht. Maar dat is wel gewoon chill, dat het in ieder geval wel op die manier er toen uitgekomen is. Ja, hilarisch. Ja, het is gewoon een mooi verhaal. En ja. Los van het feit dat het een succes geworden is en dat het je veel geld heeft opgeleverd, is het ook gewoon, het is ook gewoon grappig. Ik denk als je, dit is ook wel eentje die je aan je kleinkinderen vertelt. Ja, tuurlijk. Toch? En het is gewoon mooi. En het is oprecht voor mij, het heeft gewoon mijn leven veranderd. Want ik was vorig jaar... Hoe uitzicht dat dan? Nou, ik was op zoek naar een huis. Ja. En zeg maar, eind 2019 begon ik met kijken. En ja, daar heb je gewoon een bepaald budget voor jezelf. Je kan een hypotheek krijgen en je hebt wat eigen geld. Dus dan heb je, oké, hier kan ik voor zoeken. Ja. En toen, ik woon dus nu in Amsterdam. Mm. Toen heb ik geen moment gedacht om in Amsterdam te gaan wonen. Omdat dat lag gewoon buiten mijn budget. Ja. Dus we gingen kijken in Rotterdam. Ja, dat is tegenwoordig ook tering duur. Ja. Maar toen viel het nog wel mee. Als in het vergeleken met nu. Ja. Maar daar is nog wel iets te krijgen. Dus daar was ik aan het kijken. Maar toen op een gegeven moment, toen was dus dat met Kaasje allemaal gebeurd. En ik was ontploft op YouTube. Dus alles ging eigenlijk voor de wind. En toen kon je ineens, had je ineens een hypotheek van 2 keer zo hoog die je kon krijgen. Ja, toen waren de keuzes ineens enorm. Toen kon ik ineens eigenlijk overal wonen waar ik wilde. Dus toen ben ik gaan kijken. Want ja, voor mij, Amsterdam is altijd voor mij een beetje geweest. Ja, Amsterdam, want ik ben een Feyenoord fan. Dus dan is Amsterdam natuurlijk niet het was lekker, hè, gisteren? Ja, gisteren. Ik was erbij. Gisteren, voor de mensen die denken, waar heb je het over? Maar Feyenoord gisteren 3-1 gewonnen van Union Berlin. Was je erbij? Nee, ik heb het wel gezien. Ja, ik ben ook groot Feyenoord supporter. Dus. Maar je was er niet bij? Dus nee. Niet heel groot Feyenoord. Nee. Nou ja, gisteren was mijn moeder is met pensioen gegaan. Oh, ja. Een etentje gisteren. Oh, ja. Mijn broer was daar ook bij. En, nou ja, goed, ik kon daar eigenlijk niet meer onderuit. Oh. Wel. Vond het ook heel leuk om maar zo luistert alles daar, denk je. Nee, ja, maar Feyenoord, ja, ik vind het fantastisch. Goed, laten we daar dadelijk maar even op inhaken. Ja. Anders gaan we echt van op. Nee, ik ben dus daarom is altijd Amsterdam is een beetje, ja, Amsterdam is natuurlijk Ajax en Rotterdam is Feyenoord. Alleen al mijn vrienden van de middelbare school, die zijn eigenlijk in Amsterdam gaan wonen. En mijn familie woont eigenlijk in Haarlem. Dus alles is een beetje in die buurt. En ik was de enige die in Rotterdam woonde. En op een gegeven moment ging ik denken van ja. En mijn vriendin was ook in Amsterdam. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik denken van ja, Rotterdam zit ik wel te kijken. Maar ik ga toch niet in Rotterdam wonen alleen wat Feyenoord daar zit. Ga ook gewoon naast de Kuip wonen daar. Ja, maar ik ken helemaal niemand daar. Ik ken helemaal niemand. En toen dacht ik van nou, ga ik toch gewoon in Amsterdam kijken. En toen heb ik echt super mooi gevonden in Amsterdam Centrum. En enorm verbouwd. En nu is het echt een hele mooie plek. Ja. Dus het is wel, ik ben er echt super. En ik merk ook, ik ben daar. En ik vind het echt super leuk. Want iedereen is zo dichtbij. Ja. En ik ben echt super gelukkig daar. Ondanks dat het natuurlijk niet Feyenoord speelt er niet. Maar ja, het ding is, dat boeit mij ook niet echt. Dus gisteren ben je met het autootje die kant op gereden. Hoe laat was je thuis? Het was een avond. 11 uur. Wow, is toch goed te doen. Ja, maar ja, kijk, ik ga er ook niet in mijn Feyenoord shirt over straat lopen. Want ik weet van, luister, dat is Ajax is daar. Dus ik ben daar niet als Feyenoorder. Ik ben daar gewoon Koen. En ik ga ook geen Feyenoord vlag uit mijn raam hangen. Want ja, ik heb ook helemaal geen zin om dat op te zoeken of weet ik veel wat. En dat, zo ben ik ook helemaal niet. Nee, oké. Okay, maar goed, het verhaal was dat je gewoon vanuit die game en de succes op YouTube natuurlijk uiteindelijk heeft het je leven veranderd. Ja. Want je kon ineens een huis kopen, ook in Amsterdam. Los van dat de prijzen hier veel hoger lagen. Je kon gaan wonen waar je wilde wonen. Ja. En je had financiële middelen om dat te doen. Ja, en dat is wel gewoon bijzonder. Dat één zo'n ding, één zo'n idee wat je hebt. Wat ik gewoon ergens een keer in de auto heb bedacht. Dat je dat uitwerkt. En dat dan zoveel invloed op de rest van je leven. Dat is natuurlijk bizar. Wat is de investering van het maken van zo'n game? Ja, het kostte €200. Ja, het was €200. Ja, dat is echt. Ik denk dat zelfs Facebook jaloers is op die return on investment die ik daar geboekt heb. Holy shit. Ja, nee, ja, ik vind het echt een hilarisch verhaal. Maar ja, dat is gewoon een echte gelukstreffer. En ik ga ook echt niet zeggen dat ik dat fantastisch slim heb gedaan en zo. Maar uiteindelijk is het gewoon, je bent jaren bezig met het opbouwen van een YouTube-kanaal. En die marketing betaalt zich nu uit. Omdat mensen spelen het en dat download nou Kaasje, dat werd gewoon een meme. En ik hoorde het iedereen zeggen. Ja. Ik zag een interview met Kelvin Calvijn. Ja. Die zei het, allemaal andere interviews. Iedereen had het erover. Ja. Dat Steven de Vries bij Jeugdjournaal zat volgens mij. Dat Jeugdjournaal aan hem vroeg van, ja, zit je al in Kaasje? Ja, ja. Dat is toch bizar? Dat is toch fantastisch? Ja, vooral als je het in de auto bedacht hebt. Ja. Is dat, waar als jij
Je hoort wel eens dat mensen onder de douche veel creatieve ideeën hebben. Heb jij zo'n plek waar jouw hoofd beter werkt dan op andere plekken? Ja, echt in de auto. Ja, hè? Nou, ik rijd best veel, maar ik reed nog meer eerst. Maar nu op zich wat minder, want nu hebben we dat kantoor nog niet. Dus ja. Nu ben ik nog met name in Amsterdam. Nee, ik vind alleen zijn eigenlijk helemaal niet chill. Nee. Maar in de auto vind ik het wel heerlijk. Ja. Maar het ding is, in de auto is eigenlijk de enige plek waar je echt alleen bent. Want stel je bent in je huis alleen. Ik woon in een appartementen-ding. Dus als ik keihard schreeuw of muziek op alle hard zet, dan hebben alsnog mensen last van. Dan ben je nog steeds niet alleen. Mm. Alleen als je in de auto en je rijdt de snelweg, dan ben je echt alleen. Je kan schreeuwen wat je wil en niemand hoort je. Ja. En dat vind ik wel echt lekker. Ja, dat je soort van helemaal afgesloten bent. En dat is een soort van, dat is een beetje mijn rustmoment elke dag. Ja. Aan het begin en aan het eind. Als je heen en terug rijdt. Grappig, hè? Ik heb exact hetzelfde. Ja. Ik vind de auto echt fantastisch. Luister je dan wel iets? Ik heb vaak wel gewoon muziek aan staan en af en toe een podcast. Ja. Maar ik kan er heel sterk tegen als ik een podcast luister en niet af kan luisteren. Ja. Dus als ik zeg maar 40 minuten moet rijden en een podcast duurt 45 minuten, dan zet ik hem niet aan. Nee. Zeg maar, dat is een beetje het ding. Maar als ik een uur moet rijden, dan luister ik meestal een podcast. En anders heb ik gewoon muziek en dan gewoon, ja, is gewoon niet heel hard. Gewoon een beetje achtergrondmuziek. Maar ja. Ik vind rijden zelf ook heel leuk. Dus ja, ik vind autorijden gewoon heel leuk. Ik vind het vooral lekker als je gewoon helemaal niks hoort eigenlijk. Ja? Ja, dan zit ik echt als een zombie vooruit te staan. Ja. Maar dat vind ik lekker. Terwijl normaal heb ik ook altijd geluiden nodig. Nee, en... ja, ja. Je kan nog even terugkomen op dat slecht alleen zijn. Hè. Waar ik me wel zorgen om maak, ik hoor heel veel mensen. En ik ben daar zelf misschien ook wel een beetje onderdeel van. Alleen ik heb dat een beetje opgelost met mediteren. Maar... heel veel mensen kunnen niet meer in slaap vallen met stilte. Dus je zet een podcast nog even op de achtergrond aan. Of wat muziek. Of mensen die gewoon gaan slapen terwijl een tv nog aanstaat. Mm-hmm. Vind ik helemaal krankzinnig. Ja. Die lichtflitsen s'nachts. Ja. Dat is ongeveer het ongezondste wat er is. Is dat ook iets van deze tijd, denk je? Dat wij minder met stilte om kunnen gaan? Omdat wij zo overprikkeld zijn? Nou, ik heb denk ik toen ik echt jong was. Dus... een jaar of tot op van mijn 12e tot mijn 18e. Ja. Toen heb ik voor mij best vaak mijn muziek aan, ben ik gaan slapen. Ja. En ook nog wel een paar jaar terug, maar nu heb ik dat helemaal niet meer. Ik slaap nu altijd gewoon, ik ga liggen en dan chill en ik val in slaap. Ja. En ik weet niet, maar bij mij is het echt op de een of de andere dag. Ik luister inderdaad elke avond muziek. Ja. En dan zet ik zo'n timer aan op je telefoon en dan ging je automatisch uit ook na een tijdje. Oké, dat wel. Ja. Dus dan niet, want ik snap niet hoe je kan slapen en om 3 uur 's nachts nog steeds muziek afspeelt. Oké, maar je moest wel dat geluid van de muziek horen om in slaap te kunnen vallen. Ja, maar ik vond het ook wel lekker of zo. Alleen nu merk ik dat ik dat helemaal niet meer nodig heb. Alleen, nee, ik doe het heel af en toe als ik echt niet kan slapen. Dan zet ik eens van dat regengeluid aan. Ja. Dat vind ik dan wel lekker. Ja, dat is wel chill. Maar ik heb nu ook bijvoorbeeld, ik heb dus nog geen gordijn in mijn huis. Ja. Maar op een gegeven moment word je dus ook niet meer wakker van licht, heb ik. Hmm. Zeg maar, want nu blijft het ook best lang donker, vind ik. Want ik werd vanochtend wakker om 7 uur en dan is het gewoon nog best wel donker. Maar ook al is het 9 uur, dan is het gewoon licht. Maar ik word daar niet meer wakker van. Maar hoe laat sta jij als je geen wekker zet? Hoe laat word jij wakker van jezelf? Dat is nu wel wat vroeger, want nu zijn nog best, waren nog best vaak die aannemers er. Ja, die zijn natuurlijk echt, die werken op tijden. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Dus dan had ik een soort van ritme dat ik elke dag 7 uur wakker was. Maar ik denk over het algemeen, rond de uur of 8. Ja. 8:30. Oké, dat valt mee. Ja, maar dat vind ik het meest verschrikkelijke van die verduisterende gordijnen. Oh, ja. Gadver. Ja. Oh, ja. Wat word je wakker en je hebt geen flauwe idee hoe laat het is. Nee. Oh, ik haat dat echt. Oh, ja, dat je gewoon helemaal gedesoriënteerd bent. Ja, ik vind dat ik moet echt huilen dan. Ik vind het zo erg. Maar het schijnt dus heel gezond te zijn om gewoon zeg maar biologische ritme te volgen van de natuur. Dus dat je gewoon je gaat slapen. Ik heb bijvoorbeeld bij Expeditie Robinson, als je meedoet als kandidaat, ik bedoel, om 7 uur wordt het donker. Ja. Je hebt geen licht, je hebt geen zaklamp, de kamerploeg is weg. Dus je gaat gewoon pitten. Ja. En dan word je om 7 uur, laat je zeggen dat je 1 uur, 2 uur later in slaap valt. Ja. En dan de volgende ochtend, zo rond 6 uur, wordt het dan licht. En dan word je wakker. Ja. Dus je pakt gewoon het biologische ritme mee. En dat is eigenlijk heel gezond. Alleen, ik heb dat in Nederland ook geprobeerd. Ik op een gegeven moment heb ik meegedaan aan die Breakfast Club. Dus dacht ik van, oké. Ik vond het dus heel interessant. Een meisje die daarmee bezig is van Hello Good Morning of zo. Sorry dat ik het verkeerd, als ik het verkeerd zeg. Maar goed, in ieder geval. iemand die daar een bedrijf in heeft. En zij vertelde iets heel interessants. Zij zei... ik sta om 6 uur op, want dan sta ik op alleen voor mezelf en voor niemand anders. En toen dacht ik, wat bedoel je daarmee? Toen zei ze van, als jij je wekker zet voor je werk,
dan sta je dus op voor je werk. Dus die wekker gaat en je wordt wakker voor een ander. Want je moet. Of je kinderen moeten naar school. Whatever. En zij zei, ja, als ik om 6 uur opsta, dan zijn de eerste 2-3 uur van de ochtend zijn gewoon van mezelf. Dus zij ging dan hardlopen of yoga of mediteren. Mm. Whatever. In een boekje wat dingen schrijven. Krantje lezen. Toen dacht ik, ja, zo, er zit wel wat in. Dan is die ochtend minder van, oké, ik moet gelijk. Ja. En als je daar een routine in aanbrengt, dat je gewoon lekker je raam open doet, je maakt je bed op. Ja, ik douche dan koud. Koude douche. Ik heb het een tijdje gedaan. Ik vond het wel lekker. Alleen op een gegeven moment, ja, weet je wel, mijn werk is best wel lastig. Dan ga je naar het buitenland voor opnames. Ja, en dan, precies, ja. Ja, om dan zo'n ritme vast te houden, dat kan bijna niet. Alleen ik geloof wel dat routine en zo'n soort van meegaan met die biologische klok best wel goed kan zijn. Ja, dat is wel best, maar alleen... Dat geloof ik best, alleen dat kan niet. Want op een gegeven moment in de winter is het om 5 uur donker. Dan moet je dan gaan pitten. Ja, nou, ja precies. Nee, dat is te vroeg. Ja. Nee, dat klopt. Nou, dus maar 8-9 uur. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel de vraag, wat doe je na 9 uur 's avonds nog? Wat echt relevant is. Ja, niet relevant, maar het is wel lekker. Het is lekker, ja. Ik ga dan lekker voetbal kijken. Dat is zeg maar mijn rustmoment, zeg maar. Komt jouw ontspanning, zeg maar. Ik vind het, maar dat is ook gewoon een hobby. Dus dat is ook gewoon leuk, zeg maar. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel dingen blijven die je leuk vindt. Voor sommige mensen dat uitgaan. En voor sommige mensen dat... Wat vind jij dat je kan uitgaan? Ga je uit? Ja, ik moet zeggen dat het steeds minder. Minder? Maar je wil weten waar je in Rotterdam kan uitgaan. Nee, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 30. Oh ja, dan gaat het echt bergafwaarts met uitgaan. Jij wilde weten tot welke leeftijd mag je uitgaan? Nee, helemaal niet. Want ik heb dus nu dat je om tot 12 uur uit kan. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja, ik dus ook. Ja, het is echt heerlijk. Want je ligt om 30:30 in je nest en je wordt zeg maar altijd na het uitgaan, ja, word je om 9 uur wakker, wij spreken. Maar als je om 00:30 in je bed ligt, heb je 8,5 uur slaap gehad. Ja. En als je om 5 uur in je bed ligt, nou, dan ben je echt helemaal naar de kloten. Ja, ja. Ja, en nee, vind ik ook. En ik vind sowieso festivals in het algemeen, vond ik altijd leuk, omdat dat overdag was. Ja, ja. En als je helemaal uit je pan, dan was het 11 uur, ja, dan ging je toch maar naar je nest. Ja, dan voel je dag erna voel je gewoon prima. Terwijl anders, ik voel me altijd zo slecht die dag erna. Ja. Dus ik ben er wel een groot fan van. Maar dat ja, ik ben sowieso niet heel erg meer van het uitgaan. Hoor. Die clubs en zo, daar ga ik al 2-3 jaar denk ik niet echt meer. Nee. Ik word er niet heel gelukkig van. Maar gewoon kroegen en zo. Maar ja, 2-3 jaar is natuurlijk nu, dat kon ook niet echt. Nee, dat kon ook niet. Ja, maar ik denk dat net voor de corona dat je al stopt, pleuris uitbrak, was ik zeg maar al wel aan het minderen. Ja, ik vind die clubs en zo, ik vond dat nooit meer echt leuk. Drink je nog wel alcohol? Ja. Jawel. Ja. Ja, ik wilde zeggen ook wel te veel. Maar hoeveel drink jij dan? Ik drink wel elk weekend. Oh, ja. En wel echt al vanaf mijn 15e. En veel ook elk weekend? Ja, ik drink wel om dronken te worden. Ja. Ja, 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 ik drink niet laf 3 biertjes. Nee? Of nou ja, laf, hier ga ik al. Ja, goed. Ja, daar ga je al inderdaad. Ja, dat is echt een cultuur in mijn vriendengroep ook, merk ik. Dus ik... Wij zijn wel echt zo'n groep dat komt om te zuipen. Ja, okay, en ook bij elkaar. Ik heb een vriend die heeft zo'n kroegje in zijn huis. Dat is hilarisch, of we noemen het een kroeg. Maar het is, ja, hij heeft een barretje staan en een huurder heeft die hangen. Hij heeft die van die Jupiler logo's. Het is echt verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Maar ook fantastisch. Ja. Vooral de coronatijd hebben we ons daar wel echt van gemaakt. Ja, dat hangt er wel een beetje zo'n sfeer van. Dat kratje wat er staat, dat moet wel op. Ja, zeg maar, de eerste bier is denk ik niet voor je lol, maar puur zeg maar, als begin om dronken te worden. Ja, en dan is het ook een prestatie als die op is gegaan. Dan gaan we naar huis met z'n allen. Zo, toch weer 2 kratjes de man. Ja, weet je wel, ik zeg maar wat. Ja, dat zit er wel in. Ik vind het ook lekker. Alleen door de week drink ik dan bijvoorbeeld helemaal niet. Omdat ik gewoon... Maar dat is al ook wel omdat ik de associatie met drank... Zit in mijn hoofd wel heel erg met feesten en plezier maken. En dan ook door het dak mogen gaan. Ja, ja, ja. En als ik denk van ja, maar ik ga vanavond toch liever vroeg naar bed. Mm-hmm. En dan laat ik dat ene biertje liever ook liggen. Ja? Want dan denk ik, ja, dan drink ik net zo goed gewoon een spa rood. Oh ja, ik heb dat dus niet. Jij hebt het andersom. Nou, ik zuip dus eigenlijk om het dronken worden eigenlijk niet zo vaak. Nee. Want zelfs als ik uitga, heb ik best wel de rem erop. Maar ik heb het ook omdat ik... Zeg maar, als je nu uitgaat, je wordt zoveel gefilmd. Mm. En dat is gewoon echt kut. En ik wil gewoon niet als een of andere randdebiel ergens op internet staan. Ja. Dus dat is gewoon, ja, gewoon irritant. Maar wat doe jij dan als je droeg? Word je heel raar? Ga je hele rare dingen doen? Nee, dat valt best wel mee. Maar dat weet je dan niet, weet je wel? En dat vind ik verschrikkelijk. Dat je zeg maar niet meer, dat je de dag erna niet meer weet van kut, ben ik gisteren gefilmd, want ik weet niet wat ik gedaan heb. Daar heb ik gewoon geen zin in, dat hele gevoel. Je bent vast wel eens dronken geweest. Heb je dan dat je dingen niet meer weet de volgende dag? Ja, dat echt flarden. Oh, okay. Dus dat is verschrikkelijk. En zeker nu, want je wordt gewoon constant gefilmd zo. Ja. En ik vind dat super irritant. Maar ja, de eerste keer zeg je dat van, maar ja, de 10e keer denk je ook van, ja, weet je, laat me gaan. Ja. Maar daarom, zeg maar,
ik ben meer, zeg maar, zeer aangeschoten dan echt dronken. Ik denk, echt dronken ben ik echt zelden meer. Maar ik heb wel dat ik dan inderdaad een potje voetbal ga kijken en denk ik laf 2-3 biertjes. Maar gewoon omdat ik het lekker vind. Ja. Maar dat is eigenlijk heel slecht, vind ik. Waarom? Nou, omdat, kijk, alcohol is natuurlijk niet goed voor je. Nee. Laten we heel eerlijk zijn met elkaar. Alcohol is niet goed voor je. En dan denk je dat 2-3 biertjes. Ja, ik vind spaarrood ook lekker, maar ik zie dan zo'n lekker biertje en denk van ja, dat vind ik wel lekker. Het is ook heerlijk, man. Ja. Ik heb er nu, als je er nu zo over praat, denk ik, nou, ik zou nu best een slokje bier willen. Ik zou dus nu best een pilsje kunnen overtrekken. Ja, oprecht. Ja. Kijk, ik doe het niet, omdat het 11 uur is op welke dag is vandaag? Het is wel vrijdag. Nou, dan mogen we weer bijna. Niet krievelen. Nee, maar zeg maar, ik heb dat zuip heb ik minder. Mm. Maar het is ook, ik heb echt hele erge katers. Maar drink je elke dag? Nee, niet elke dag. Maar er zijn wel, zeg maar, zeker toen met EK bijvoorbeeld. Mm. Maar wel dat ook in ons huis, en toen woonde ik nog met die gasten. Ja. Hadden zo'n pilscounter. Nou, iedere keer een biertje mocht je een streepje bijzetten. Weet je, dat helpt ook niet mee natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nee, en, maar dat bedoel ik. Het is een cultuur van hoe meer je drinkt, hoe toffer of hoe stoerder of hoe leuker de avond zou moeten worden. Ja, maar echt. Nee, maar zeg maar, ik heb wel dat ik dan de afgelopen weken, zijn 7 dagen, heb ik er 5 zeker al een biertje gedronken. En dan 4 van de 5, 1 of 2 biertjes. En dan eentje wat meer. Maar als we ze op gaan tellen. Als je dus een week hebt, 7 dagen. Je drinkt 2 dagen niet. Hoeveel biertjes drink je in een week dan, denk je? Ja, 2 dagen drink je niet. Nou, 1 dag drink ik niet. 2 dagen drink je niet. Nou, denk ik 2, 4, 6. Nou, ik denk 10 in totaal. Ja, dat vind ik dan nog meevallen. Maar misschien dat iemand nu aan het kijken is die echt verstand heeft van alcohol. Die zegt, nou, als jullie dat mee vinden vallen, dan neem ik jullie allebei op. Maar 10, ja, oké. Nee, 10 is wel gewoon dus veel. Ik vind het ook wel veel, hoor. Alleen, nou, dat is 2 per avond. Ja. Dat zou, in mijn hoofd zou dat moeten kunnen. Maar nogmaals, ik wil geen uitspraken doen. Nee. Waarvan, om mensen te motiveren. Nee, volgens mij, als je 2 glazen per dag drinkt, dan ben je alcoholist. Oké. Maar nou heb ik 2 dagen vrij, hè? Dus maar goed, die andere, hè? Want kijk, ik zit dan misschien meer in die groep. Ik sport dan door de week. Ik ben met allemaal. Ja, dat doe ik niet. Ik sport niet. Nee, oké, maar ik ga mezelf, ook even om mijn flikken geven. Ja. Want kijk, ik zit dan een beetje in die hoek van mensen die zeggen van, ja, maar door de week, ik ben aan het sporten en ik ben gezond bezig. En nou, ik vind het allemaal gewoon super interessant, weet je wel? Wat slaap met je doet, meditatie, sporten, al die dingen, voeding. Maar dan heb ik voor mezelf tot vrijdag heb ik een hele prestatie geleverd. Ja. En dan mag ik mijn kop eraf zuipen op vrijdag en zaterdag. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dat is heel raar. Maar er is een hele nieuwe generatie ontstaan. Ik las er laatst een artikel over van mensen die dus gewoon door de week yoga en sporten en in het weekend lekker snuiven. En het gevoel hebben dat ze daarmee balanceren. Oh man. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, dat kan niet. En zeggen dat je dan niet verslapen is ook een leugen. Want je leeft zo naar die vrijdag toe. Ja. Je hunkert naar de. Want hetzelfde met mensen. Rook jij? Nee, nooit gedaan heb. Nee? Nooit. Okay, ja, ik heb ooit 1 sigaret half gerookt, maar ik vond het zo smerig. Dus dat is heel chill. Nou, ik ben dus. Ik heb dus wel altijd gerookt of lang. En ik ben dus nu sinds kort eigenlijk echt geminderd. Dus nog niet eens volledig gestopt. Maar ik ben op een of andere rare manier op het punt gekomen dat ik dat nu dus wel dan in het weekend alleen kan doen ook. Maar hetzelfde verhaal. Ja. Hè? Ik leef wel naar dat weekend toe. Want ik denk wel op die woensdag al. Vrijdag. Dan mag kijk je peukje roken. Ja. Dus dan ben je nog steeds verslaafd. En dat is wel. Maar denk je niet van ik wil gewoon echt stoppen? Dat denk ik wel, maar de verslaving in mij zegt van niet. Dat kan gewoon niet. Nee, want ik wilde nu tegen jou gaan zeggen, nee, want het lijkt me heerlijk om te blijven roken. Ja. Maar toen dacht ik van, ja, maar waarom vind je dat zo lekker? Dat is gewoon je verslaving die nu praat. Nee, het is echt bizar, want zeg maar, het is inderdaad echt puur verslaving, want het is natuurlijk helemaal niet lekker. Nee. Eigenlijk, als je gewoon kijkt, het is natuurlijk gewoon vak smerig. Nee, het feit waarvoor je denkt dat het lekker is, omdat je verslaafd bent en je lichaam het nodig heeft. Ja. En als je het krijgt, je lichaam denkt, we mogen weer. Maar ik denk dat je lichaam het misschien nu wel een stuk minder nodig heeft, omdat je het alleen het weekend doet. Dus op zich zou nu de stap naar niet, makkelijker moeten zijn dan de eerste stap van 5 dagen niet. Ja, en ik heb daarbij ook geluk dat mijn vriendin is volledig gestopt. Nou, En ik moet zeggen, dat heeft ook. Ik denk dat ook wel meespeelt. En zegt ze ook, rook jullie binnen of rook jullie? Nee, dat hebben we nooit gedaan, maar zij vindt mij nu wel stinken. Ja. Dus dat helpt ook wel. Als je op vrijdagavond denkt, ik heb zin om er eens even een wilde avond van te maken. Je gaat bij een vrouw in bed liggen en ze zegt, jezus, stinkt. Ja, dat is niet chill. Nee, dat is niet chill. Nee. Roken is echt goor eigenlijk, man. Ja, het stinkt zo erg. Ja, het ding is, ik rookte eigenlijk niet en alle mensen om me heen wel.
Ja. Dus ik ben altijd, als je uitging, ging iedereen roken. En ik was de enige niet. Dan ging ik er soms wel bij staan. Maar ik vond het zo stinken. En ik denk dat er wel 10.000 peuken aan mij aangeboden zijn. Maar nooit gewoon interesse gehad. En achteraf, want nu is het zeg maar minder cool dan dat het vroeger was. Zeg maar. Ja, klopt. Je ziet ook volgens mij op middelbare scholen dat het nu minder gaaf is dan... Zeker. Je bent echt een beetje een chappie als je rookt. Ja. En dat voel je ook wel in groepen. Als je mensen niet zo goed kent. En voor het eerst, ik weet al, ik dacht, oké, stel je voor, je hebt een etentje of zo, een zakelijke afspraak. En ik dacht, na een uurtje, zo, trek in een peuk. Ja. Dat je dan toch dat minder makkelijk zijn. Druk. Dat het nu minder geaccepteerd is dan vroeger. Ja, normaal zou je zeggen van nee, gaan we even roken. En dan wist je dat de helft meeging. Ja. En nu denk je ook, misschien ben ik wel de enige. Ja. En dan inderdaad weet je, oh, die rook allemaal niet. Kom jij terug met die stinklucht. Ja. We gaan dan wandelen aan de asbak. Maar misschien zit het over 5 jaar ook zo wel met een biertje. Dat je denkt van, nu is het van, je gaat inderdaad wat doen. En is van, we nemen allemaal een biertje. Misschien is het al over 5 jaar dat dat ook helemaal niet meer kan. Ja. Dat toch blij dat je er... Pleur op hoor. Ja, mij lijkt het ook niks. Maar ja, als je dit 20 jaar geleden over peuk had gezegd, had je ook gezegd van, dat kan niet. Nee, je hebt gelijk. En misschien is het ook wel heel goed. Kijk, ik bedoel, wij zijn... wij zijn allemaal opgevoed... En opgegroeid in een wereld waar drank maatschappelijk geaccepteerd is. Ik bedoel, kijk, we hebben het hier ook wel eens over gehad in deze podcast. Verschil tussen drugs en drank. Ja, ik vind het eigenlijk krankzinnig. Ik bedoel, je moet accijns betalen over drank. Dus het gaat ook nog gedeeltelijk beland in de zakken van de overheden, et cetera. Drank is gewoon drugs. Als jij nog nooit in je leven drank zou hebben gedaan... en je zou nu door iemand op de hoek van de straat aangeboden krijgen... om een shotje te nemen, je wordt voor het eerst dronken. Geloof mij, ik heb pilletjes gedaan, ik heb al die dingen geprobeerd... Drank is echt dronken zijn is heftiger dan de invloed van ecstasy. Ja, maar het grote verschil is natuurlijk dat drank bouwt wel een soort van op. Toch? Ja, ik heb ook nog nooit drugs gebruikt. Maar hoe bedoel je met opbouwen? Nou, zeg maar, als je 1 shotje bent, ben je niet dronken. Als je 2 shotjes bent, ben je aangeschoten. En bij 3 ben je dronken, bij wijze van spreken. Ja. Dus als jij 1 zo'n klein pilletje in je bek houdt, dan ben je helemaal van de maan. Je moet niet gelijk een hele nemen, zou ik nooit aanraden. Maar als je een kwartje neemt, dus zo kun je hem ook redelijk opbouwen. En ja, de verschil tussen een beetje wous of heel wous, ja, dat zit hem dan ook. Ja, dus een beetje dronken of heel dronken, dat is denk ik een beetje hetzelfde. Nee, maar het is niet dat ik dan denk van, oh, pillen zijn dus daarom gezond. Nee, sterker nog, ik vergelijk het met elkaar. Het is eigenlijk allebei tering, zo. Ja. En het is ook raar eigenlijk dat drank dus zo gemaatschappelijk geaccepteerd is. Dat je eigenlijk op je werk of... dus met collega's zegt nou op vrijdag... Hey, kom, we doen even een borrel. Ja, je zegt niet zo snel op een vrijdag. Tenminste, op dit kantoor hier gebeurt het misschien wel. Hier in de buurt, dat zei ik wel. Hier in Amsterdam misschien wel. Maar nee, je zegt niet zo snel op je werk van... Even een kwart pilletje nemen op vrijdag. Dus, zou wel mooi zijn. Het zou wel geinig zijn. Misschien in de evenementenbranche. Maar snap je wat ik bedoel? We vinden het normaler, omdat we ermee zijn opgegroeid. Ja. En dat we de reclames zien in de films... En ik heb wel zo'n stop met roken cursus gedaan. En die cursus is best goed. Mm-hmm. Ik rook nog steeds. Dus, maar ik zou hem echt aanraden. Want ik ben wel 6 maanden gestopt toen. Alleen ik had een zwak moment. Maar ik ken heel veel mensen die zijn gestopt. Daar leggen ze ook uit dat die... Wat ze daar goed doen is dat ze niet uitleggen... Oké, roken is slecht voor je gezondheid. Ja, dat weten we allemaal wel. Ja. Blijkbaar werkt dat niet, want ik doe het nog steeds. Ja. Zij vertellen je, wat doet een sigaret met je hersenen? Ja. En waarom denk jij dat je trek hebt? En wat gebeurt er, zeg maar? Dus zij leggen eigenlijk het proces van die verslaving uit. En dat is veel interessanter, want daarmee ga je dus die sigaret eigenlijk aankijken en denken... Teringlijn, wat denk je nou? Heb je invloed op mij, hè? Wordt een gesprek. Ja. En daar vertellen ze dus ook hoe die tabaksindustrie werkt en zo. Zij mogen eigenlijk geen reclames meer maken. Ja. Maar wat zij dus doen, zij financieren... Heel Hollywood, de hele filmindustrie. Dus als Johnny Depp weer ergens in een toffe film zit... dan laten ze hem gewoon 800 sigaretten roken. Ja. Ik weet niet of jij Peaky Blinders hebt gezien. Ja, heb ik gezien. Elke scène zit een sigaret. Ja. En ik weet, in die tijd rookten veel mensen. Maar dit is schofterig, hoeveel daar gerookt wordt. Het slaat helemaal nergens op. Maar zou dat, denk je, dat is gefinancierd door een... Vol? Ja? Nee, dat is een feit. Dat is echt een feit. Wat zie ik, dat wist ik niet eens. Zij betalen de filmindustrie, zij financieren films mee... om die sigaretten daar te laten zien. Om mensen gewoon constant nog steeds het gevoel te geven van... Hey, wil je tof zijn? Moet je kijken. Die hoofdacteur van Peaky Blinders, die steekt 3 per seconde op. Echt lijp, hoor. Ja. Ja, terwijl, tof is het al lang niet meer. Nee. Nee. Nee, vind ik ook. Dus doe het lekker niet. Maar ik zie, je bent er dus wel mee bezig om te stoppen. Want je hebt en die cursus gevolgd. Ja. En je bent nu door de week gestopt. Ja. En je vriendin zegt dat je stinkt. Ja. Dus je bent zo erbij. Dus je zegt eigenlijk je bent er. Ja, je bent er eigenlijk. Wat doe je eigenlijk? Nou ja, ik had dit weekend was ik even naar ADE geweest. En dan rook ik wel weer veel. Ja. En toen werd ik op zondag wakker. Daar was ik er ook echt klaar mee. Het is nu vrijdag. Ik heb nog steeds niet gerookt. Goed, ik moet zeggen dat ik deze hele week eigenlijk ook niet over nagedacht heb. We hebben het er nu toevallig over. Maar als ik vanavond niks zou gaan doen, dan zou ik heel makkelijk vanavond dus ook niet roken. Ja.
beland ik vanavond bij die vrienden in de kroeg, dan wordt het wel een gevecht. Ja. Maar nee, ik denk ook wel dat ik wel een stapje heb gezet daarin al. Dat is toch goed. Maar dit is voor de kijker heel random wat ik nu ga doen. Maar we hadden van tevoren, ik opende net mijn telefoon. Ik moet ook even inleiding geven van het gesprek. En toen kwam er een vrouw met grote borsten voorbij op Instagram. Toen zei ik, moet je kijken wat er nog open staat. Toen zei mijn cameraman, zo, je hebt gisteravond, daar ben je mee in slaap gevallen. Toen zei ik, ik kijk dus eigenlijk helemaal geen porno meer. Ik vind niks meer. En toen zei Koen ook, ik dus ook niet. Nou, echt al bijna een jaar niet meer, denk ik. Waarom ben je daarmee gestopt? Nou, kijk, weet je wat het is? Ik heb dus niks tegen porno. Ik vind dat prima, helemaal goed. Maar ik heb nu een vriendin en ik had toch iedere keer dan, als je zeg maar dan aftrekt, ja, dan was je klaar en dan voelde het toch een beetje van ja. Was dit het dan? Ja. Zeg maar, het is zo'n klein geluksmomentje. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, weet je, ik heb dat helemaal niet nodig, die klein geluksmomentjes. Dus toen ben ik er gewoon mee gestopt. Ja. En ja, grappig. Maar ja, als je geen vriendinnen hebt, of als je niet in behoefte komt, ja, hey, lekker trekken, joh. Lekker trekken, ja, nee, trekken, lekker trekken, blijf eraan trekken. Maar ik moet zeggen dat ik vind porno, ik vind het dus ook, ik vind helemaal niks meer. Nee. En zeg oprecht, ik heb heel veel porno gekeken, hoor, dus het is niet hier schijnbaar. Maar het is echt, nou ja, gewoon, ja, zodra ik weer zo'n computer werkte, heb ik dat gekeken. Maar ik, dit is gewoon fastfood. Ja. Het is gewoon fastfood en het is inderdaad wat je zegt, dan lig je s'avonds in je nest en dan denk je van, ja, het is gewoon een gewoonte. Ja. Weet je, je geeft er even een slinger aan. Je gaat slapen. Ja. Ik wist dus de volgende dag ook nooit meer wat voor porno ik nou gekeken had die avond. Ja. Maar dat gaf mij dus aan hoe niet boeiend, hoe het, was. Niet boeiend het is. En dan scroll je. En toen dacht ik ook, het is ook niet goed dat je fantasie nooit meer prikkelt. Ja. Maar het is zo makkelijk. Alles is makkelijk, makkelijk, makkelijk. Hier, we hebben daar wat voor, we hebben daar wat voor. De hele tijd van die dopamine prikjes krijg je. Ik vind het gewoon toxic. En ik vind eigenlijk die hele porno-industrie is volgens mij ook zo toxic als maar zijn kan. En ik heb er ook veel meer moeite mee gekregen. Ik heb ook dus laatste keer een onderzoek gekeken. Mm-hmm. Over semen retention. Dus dat je eigenlijk gewoon eraf blijft voor een paar maanden. Het schijnt bizarre gezondheidsvoordelen te hebben. Ja? Ja, je testosteron wordt dus bizar opgebouwd. Mm-hmm. En daarmee schijn je dus ook gewoon, weet ik veel, je zintuigen, alles gaat beter werken. Ik heb het 3 weken volgehouden. En voel je iets? Ja, ik denk wel dat ik dat kan zeggen. Ik denk wel dat ik dat kan zeggen. En jouw vriendin voelt dat goed? Nou ja, dat was in een periode dat ik voor werk weg was. Dus dat kon ik goed combineren. Ah, ja. Dus ik had het wel tegen haar gezegd. Dus ze vond het interessant. Ze zei, ja, probeer maar. En maar ja, na 3 weken dacht ik ook wel, jezus mina. Waarom en voor wie? Nou, dat is het meer, ja. Dat lijkt mij ook. Dat vind ik allemaal, kom op zeg. Ik moet wel een beetje genieten van het leven. Ja, precies. Maar oké, dat ben ik met je eens. Maar ik vind het ook wel goed dat je mag jezelf ook best wel eens een keer wat dingen ontnemen. Ja, het blijkt dus ook als je dus veel aftrekt, dat je ook een soort van minder aantrekkelijk wordt. Nee, ik zweer het je. Nou, Jas, dan weet je in ieder geval hoe nee, of juist aantrekkelijker. Dat is één van de twee. Het was een van de, nee, oprecht. Het was 1 van de 2. Maar het komt omdat als je veel klaarkomt, dan heb je een soort van minder iets wat uit je straalt. En daardoor vinden vrouwen of mannen, waar je op valt, je aantrekkelijker of minder aantrekkelijk. Maar ik weet niet meer als dat is juist als je zeg maar niet aftrekt of als je juist wel aftrekt. Dan denk ik als je niet aftrekt. Dat denk ik ook, maar ik durf niet zo zeker te zeggen voordat ik gefileerd word in de comments, omdat ik het verkeerd zeg. Nou ja, weet je, voeg je toe aan de discussie. Ja. Wat ik heb gekeken, maar dat zit een beetje in die spirituele hoek. Maar ik vond wel een interessante benadering. Die man die zei van, je moet je voorstellen, als je klaarkomt, met je zaad kun je leven scheppen, toch? Ja. Er komt een kind uit. Ja, echt verneukte kinderen zijn het allemaal. Ja. Ja. Nee, maar je schiet dus, hè, moet je, hoe krachtig het eigenlijk is. Ja. Daar, als je aftrekt, val je ook direct in slaap. Dus een enorme energieverbruik. En hij zei, als je dat in je houdt, en daar is ook dat hele tantra ook een beetje op ingericht, hè? Dus dat je wel seks hebt, maar niet klaarkomt. Dus enorm veel energie. En als je dat dus in je lichaam houdt, dat schijnt super veel krachtige voordelen te hebben. En dus als je ook, hè, die testosteron schiet je er eigenlijk uit. En als je dat ophoudt en opbouwt, ja, dat is wel, het is wel een soort van de olie van een man, toch? Ja. Testosteron, daar leef je op. Daar ben je en dan ga je zo lopen en dan voel je goed. En geloof mij, dat zien en ruiken vrouwen zelfs. Ja. Het schijnt ook dat je veel wel als in een koppel veel seks hebt. Ja. Dat mensen dat ook zien. Dat als je een levendig seksleven hebt en je bent in een koppel, dat mensen dat je dan daardoor aantrekkelijker wordt. Maar dat is wel raar, want dan kom je juist meer klaar. Dan zou je juist minder testosteron. Ja, maar misschien is dat dan weer een andere vorm van energie uit. Maar nogmaals, als je hier fucking veel vanaf weet, gooi het even in die comments, want ik vind het wel interessant.
En ik weet dat je in Amerika... Ja, op basis daarvan ga ik eens even beslissen of ik wel of niet veel ga aftrekken de komende tijd. Ja, ik wil het zeggen. Moet Koen blijven pagga? Of ja, moet ik nou weer doorgaan? Of ben ik goed bezig? Laat het even weten, alsjeblieft. Ja, maar je kent dat die websites, Reddit en zo? Nee, ja. Nee, Reddit ken ik niet. Dus. Nee, ja, nou goed. Nou, stomme vraag. Maar goed, daar heb je heel veel van die discussies ook over die onderwerpen. Ja. En had je die no-jerk-off mand en bla, bla, bla. Hetzelfde als stoptober met roken. Ja. Is niet gelukt voor jou, stoptober. Nee. Ja. Nee, aftrekken ook niet. Nou, goed. Ik heb nog tijd. Ja. Is er iets in je leven wat jij echt nog graag een keer zou willen doen, waarvan je zegt van oké, daar is discipline voor nodig, los van je studies. Discipline voor nodig, zou je ooit nog eens een keer, weet ik, van een berg willen beklimmen? Ik zeg maar wat geks. Nou, ik heb met heb ik meegedaan, locatie onbekend. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, zeker. Gezien, maar... Oh, nou, ik deed dus mee, wij gingen naar Georgië. Ja. En dat was echt verschrikkelijk. Ja. En ik vond het echt verschrikkelijk. En ik zei ook toen ik klaar was, en vaak zeg je dat dan in een emotie, en daarna denk je van, oké, dat was niet zo erg. Ik zei van, ik vond het verschrikkelijk, ik doe dit nooit meer. Ik meen het nog steeds. Ik doe het echt nooit meer. Nee, ook als jij zegt zo'n expeditie, nooit. Ik zou het nooit doen. Ik vind dat echt... Ik word dan zo ongelukkig. Ja. Op een gegeven moment stonden we daar en begon het te onweren. En in midden Georgië... Nou ja, daar hebben ze op een of andere manier dus geen lantaarnpalen. Dus het is daar echt pikdonker. Je hebt alleen de maan, alleen er staat allemaal wolken voor. Het was echt pikdonker en we waren op een open veld. Het begon keihard te onweren. Toen moesten we terug het bos in. En toen moesten we in het donker een tent opzetten die we nog nooit hadden opgezet. En dat ging echt helemaal kut. En regen en het was donker. En allemaal beesten en insecten, weet ik het allemaal. Toen hadden we die tent opgezet. En toen ging Raoul erin liggen, want ik was met Roel en met Hanwe. Ging Raoul erin liggen en toen gleed hij zo naar beneden in de tent, omdat we te veel op een helling hadden geplaatst. Nee. Nou, ik zweer je, ik kon wel janken. Ik vond het echt... Maar Roel vindt dat wel leuk, toch? Ja, op dat moment ook niet. Want op een gegeven moment zei Roel van, ik weet het ook niet meer. En toen dacht ik, kut. Want Roel was, voor mij de enige, zeg maar, Roel was mijn houvast, zeg maar. Dus ik zei, nee Roel, kom op. Ja. Nee, maar ik vond dat echt verschrikkelijk. Dus een bergbeklimmen, dat zit er voor mij echt niet in. Nee, parachute springen en zo lijkt me wel lachen, maar daar heb je geen discipline voor nodig, dat kan je gewoon boeken. Iets met discipline. Heb je nog meer voorbeelden? Dan kan ik misschien een beetje iets linken aan een voorbeeld. Niet hele heftige dingen. Ja, ik zou ooit met Wim Hof die berg nog wel een keer willen beklimmen. Wim Hof is die ijsman. Ja, toch? IJsman. Hij doet dat in Polen. Ga je eerst een soort van, volgens mij ga je bijna een week met hem in training daar. En dan ga je dus gewoon letterlijk in een korte broek door de sneeuw naar boven. Ja, maar dat voel je niet. Hè? Dat voel je niet. Dat is gewoon, je bent zo in het moment. Ja. Complete focus. Nee, ja, je moet ademhalen. Ja. Nee, maar kijk, ik lijkt me wel, als je dat lukt, dat lijkt mij wel heel vet om mee te maken. Ja. Nee, maar die avontuurlijke dingen, dat is voor mij... Ja, ik ben meer dat ik het leuk vind, zeg maar, om door... ik ben zowel door Oost-Amerika als door West-Amerika... soort van getrokken. Maar dan wel dat je overal gewoon in hotels sliep en zo. En niet in de tenten en weet ik het allemaal. En dat vind ik dan heerlijk. Want ik vind het heel leuk om veel dingen te zien. Mm-hmm. Om gewoon de wereld te zien. Maar ik weet niet. Gewoon dat in tenten slapen. Omdat het dan... ik weet ook niet waarom mensen dat doen. Nee. Ik snap het gewoon niet. Als in, want kijk, als je niet, behalve natuurlijk als je niet kan betalen, dan is het logisch. Niet, hè, Koen. Nee, maar ik snap het gewoon niet. Als in, dan mensen die zeggen dan, ja, dan gaan we naar de camping. En denk ik, waarom? Ja. Waarom? Dus ben je een jaar lang ben je aan het werk en hard bezig en weet ik het allemaal. En dan ga je 3 weken lang creperen in een tent. Ja. Ik begrijp er gewoon echt niks van. Als iemand mij het uit kan leggen, okay, dat ze zeggen van ja, qua gezelligheid met andere mensen, dat kan ik wel begrijpen. Maar dat kan ook prima. In een mooi hotel. Daar zijn ook gewoon mensen hoor. Ja. Alleen ik kan er gewoon met mijn kop niet bij wat mensen daar zo leuk aan vinden. En ben je on the same page met je vriendin op dat gebied? Of wil zij is dus wel een beetje van kamperen. Ja, en dat vind ik echt verschrikkelijk. En ik heb ook al gezegd van ja, ik ga het niet doen. Ze zei van ja, één keer. Dus ik heb haar beloofd dat we 1 keer gaan kamperen. Ja. En dan is het voor mij ook klaar. Want ik weet dat ik het niks vind. Nee. Maar als zij dat heel graag wil, ja, dan ben ik natuurlijk ook, dat vind ik dat prima. Want ik wil best wel een keer voor haar kamperen als zij het leuk vindt. Maar dan zei ik wel, dan moet je niet gaan zeuren als ik constant zit te zeiken. Ja, dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Maar wat zou jouw ideale reis zijn als je die nu zou mogen uitstippelen? Poeh. Nou, ik ben ooit naar Japan geweest. Ja. Ja, dat is zo vet. Kikken. Ja, Japan is zo'n ander land dan elk ander land. Ja. Dus want als je naar Amerika komt, ja, Amerika is gewoon zoals je Amerika denkt. En je hebt dan, zeg maar, New York en zo is allemaal best normaal. Alleen als je dan naar het normaal als in qua hoe wij met mensen omgaan, gaan ze daar ook met mensen om.
Maar als je naar het westen van Amerika gaat, dan kom je in van die rare dorpjes, zeg maar onderweg van bijvoorbeeld van de Grand Canyon naar San Francisco, dat soort dingen. Dan kom je van langs die rare dorpjes. En dat zijn ook best wel rare mensen. En daar heb je inderdaad dat je een cola bestelt. En dan krijg je zo'n plastic kinderbeker. Zo'n groene, weet je wel. Ja. En dan is hij bijna op en dan haalt ze hem weg. En dan denk je, what the fuck? En dan komen ze gewoon terug met een volle nieuwe. En dat blijf je gewoon nieuw krijgen. Sick, hè? Maar in Japan, dat is zo bizar. Dat land is zo schoon en anders. En dat is echt een soort andere wereld waar je in komt. Mm. En ik zou heel graag wel nog een keer naar Japan willen. En waar in Japan ben je nu geweest dan? In Kyoto, Nara, Osaka en Tokio. Ja, en dat heb je in één reis toen gedaan. Ja, en misschien vond ik Tokio wel het minst van allemaal. Ja, want het is de enige plek waar ik ben geweest. Maar Tokio was weer meer zoals je het kent. Zeg maar. Ja. Dus, meer dus, druk, meer vies. Ja. Terwijl de rest, dat was bizar. Dat was een soort van, ja, echt. Dat is gewoon niet te beschrijven. Dat is gewoon vet. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel cool. En welke periode ben je geweest? Want volgens mij heb je april of mei heb je dat alles daar in bloei staat, toch? Die bloesem. Die, ja, toen niet. Ik was daar in de zomervakantie. Okay. Ja, een paar jaar terug. Dus dat vond ik wel echt vet. Maar ik heb niet per se een land dat op mijn bucketlist staat van daar wil ik heen. Dus ik heb alles. Ja, ik ben in Amerika geweest meerdere keren en ik ben in Japan geweest. Dat is eigenlijk wel allemaal wat ik gaaf vond. Rusland lijkt me ook nog wel vet. Ja. Ja, Rusland ben ik dus ook nog nooit geweest. Lijkt me ook gruwelijk. Maar wel heel koud in de winter. Ja, daar moet ik dan ook wel gelijk aan denken. Maar wat ik grappig vind, die Amerika's zijn wel... Ja, wat jij zegt, als je daar met de auto gaat reizen... en je komt dus in die kleine dorpjes. Ja. Ik ben al nooit in Texas. Ik wil heel graag een keer naar Texas ook. Lijkt me fantastisch. Schijnt ook gewoon echt heel erg mooi te zijn. Ja. En alleen, had jij niet de eerste keer toen je in New York aankwam... dat je gewoon dacht, oké, ik zit nu in een film. Ja, dat wel. Het is met die bizar auto's. En al die hoge gebouwen. Maar Amerika is eigenlijk natuurlijk gewoon een kutland. Ja. Alleen op vakantie is het heel leuk. Ja. Maar daar wonen is natuurlijk echt verschrikkelijk. Ja, want ja, niks is geregeld. Het is echt een drama. Ja. Maar ja, dat is een beetje die American Dream die mensen nog voor zich hebben. En inderdaad, in films wordt het allemaal helemaal mooi gemaakt en mooi verbloemd. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon een derde wereldland. In een eerste wereldlands jasje, zeg maar. Fucking veel armoede. Ja, fucking veel armoede. In Las Vegas. Ben je ooit in Las Vegas geweest? Ja. Dat is bizar. Daar heb je die strip en dat is echt... Nee, ik vond Las Vegas fantastisch. Je hebt die strip en daar heb je echt alles wat je hartje begeert. En als je dan één straat naar links loopt, daar liggen dan gewoon 1000 mensen onder een brug. Niet normaal. Dat is zo'n groot verschil. Ja. Dat slaat echt helemaal nergens op. Wat vond je überhaupt van... Want kijk, Vegas is fantastisch als je gewoon met je vrienden even een lang weekend daar naartoe gaat om te gokken en om te feesten. Maar ik vond het ook ik heb echt gefascineerd door die casino's gelopen en alleen maar mensen gekeken. En ik vond het ook pijnlijk om te zien hoe sommige mensen daar aan die stoel zaten. Voorover gebogen met die kromme nekkies. Hun laatste eurotjes stonden weg te drukken. En heel veel van die chicks die daar werken in het casino, die werken dan s'avonds als stripper. Echt bizar. Dat was ook gewoon normaal. Je hebt een vlucht blijkbaar vanuit Californië naar... of Californië, vanuit LA bedoel ik. Ja. Nou, want het is allemaal Californië, naar Vegas. Mm-hmm. En dat is de donderdagavondvlucht. En die zijn bij helemaal vol met strippers. Echt? Ja, dus dat is een soort van bekende vlucht. Uh-huh. En daar wil je dan op zitten. Want weet je dat je vol... Maar dat zijn al die meiden die komen dan het weekend werken. Maar ik heb met best wel veel van die meiden gesproken. Want die staan dus ook gewoon overdag staan ze in die casinos te werken. S'avonds in die... Maar die verdienen knaken. Ja? Maar het is daar zo normaal. Ook ze praten ook gewoon heel normaal. Ik vind ook dat moet kunnen. Maar gewoon echt, wat die pakte gewoon 3-4k per avond of zo. Holy shit. En die vlogen dan weer terug. Een stripper al. Ja, nou maar dat, ik moest, toen ik je zag, moest ik eraan denken. Ja. Stop lekker met de YouTube. Ga daar lekker aan een paal hangen, joh. Zo. Maar ben je wel een stripclub geweest daar, toch? Neem ik aan. Nee, ik was denk ik 17. Ik was met mijn ouders. Ja, dan heb je reden om terug te gaan. Ja, we gaan met Banksy binnenkort. Of naar een stripclub gaan, weet ik nog niet. Alleen, we zijn nu met een soort video ding bezig. Dat we steeds geld aan het verdienen zijn. Dan gaan we dat allemaal op rood zetten. En oh, echt? Ons doel is 10.000 euro. En dat gaan we op rood zetten in Vegas. Oh, dat is lachen. En dan maken we video's dat we heen vliegen en daar gaan feesten. En 10.000 euro op rood zetten. En hopelijk winnen. Want maar dan heb je dus dan maak je 20 als je wint. Ja. En die 20 die gooi je dan weg in een stripclub. Ja, dat weet ik al niet. Maar 10 zeker. Maar ja, je verliest het waarschijnlijk gewoon. En dan is het gewoon kut, maar ook lachen. Het is gewoon voor de content is het leuk. Leuk wel. Wat zijn verder nog... Want we zitten al op een goed uur. Wat zijn de dingen die... heb je nog dingen die je wilt delen of aankondigen? Of iets waarvan je zegt, daar zijn we mee bezig? Nou, we zijn nu heel erg bezig met het nieuwe Banksy-kantoor. En het is echt fucking vet. Echt oprecht. En dat zeg ik niet snel. Want ja, normaal gesproken vind ik iets gewoon nice. Ja, maar Roel was ook super enthousiast. Ja, het is echt fucking gaaf. Ja. Dus daar ben ik nu veel mee bezig. Want dat moet natuurlijk helemaal ingericht worden. En dat is gewoon veel werk. Want het is groot. En om dat een beetje gezellig te maken, dat kost natuurlijk tijd. Ja.
Maar met Bankzit gaan we wel echt grote stappen maken. Want we hebben wel echt veel op de planning staan. Het mooie is nu ook, het helpt elkaar ook een beetje, weet je wel. Want het gaat goed, dus je verdient meer geld. Dus je hebt meer geld om in video's te stoppen. En zo gaat zeg maar alles steeds omhoog. En dat is wel een soort leuk trappetje waar je op zit. Wat je ook moet gebruiken. Want het is ook belangrijk inderdaad, als je meer geld verdient, dat je ook meer geld in je video's gaat stoppen. Ja. Want anders blijf je maar een beetje op hetzelfde niveau. Mm. En we zien duidelijk dat we daar nu in het groeien zijn, dat we daarmee bezig zijn. Ja, dat vind ik gewoon vet. En voor mijn eigen kanaal, wat ik zelf maak, is eigenlijk een soort makkelijk te kijken content. Mm-hmm. Zeg maar, want Roel was hier bijvoorbeeld ook. En die is dan een maand bezig met iets. Ja ik doe dat niet. Voor mij is het, ik ga zitten en ik knal iets aan wat grappig is. En ik kijk ernaar, ik reageer daarop. En dat is hele makkelijke content, maar voor mensen heel makkelijk om weg te kijken. Ja. En ze komen thuis van school en ik klik het aan, even lachen 10 minuten. En dan is het prima. Dan hebben zij een lachmomentje gehad. En dat past ook wel gewoon goed bij mij, want ik gewoon dat snelle, grappige vind ik leuk. En die lange video's voor mijn eigen kanaal, weet ik, trek het me niet zo. Maar voor Bankzitters heb ik wel weer dat ik dat geinig vind. Omdat ik daar echt meer aan projecten werk dan aan losse video's, zeg maar. Maar Bankzitters als merk, dat gaat gewoon groeien de komende tijd. Ja, ik denk dat het echt super groot gaat worden. Ja. Dat wordt echt mega. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat Bankzitters... we zullen niet de grootste YouTuber worden. Als in, want dan moet je te veel groeien. En zoveel mensen zijn er niet meer. Dus, maar ik denk wel dat we binnen een paar jaar echt wel in de top 10 staan. Nou, het is jullie gegund. Dat staan we nu denk ik al qua views. Maar dan... Ik wou net 5. Zeggen, daar top, zitten jullie denk ik al. Top 3. Top 5 minimaal. Top 3. Top 3, oké. Okay. Nou, het is jullie gegund en ik kom graag een keertje kijken in Utrecht. Ik ben heel erg benieuwd. Mag je heel erg bedanken voor je openhartigheid en de tijd die je hebt vrijgemaakt om hier te komen. Tuurlijk. Leuk je te leren kennen. En nogmaals, ik ga je vanzelf alweer zien. Absoluut. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Ja, mocht je het leuk vinden, douw die duim omhoog. Vind je het niet leuk, dan hoeft het helemaal niet. Hè. Zo zijn we allemaal. Jawel, joh. Nee, joh. Hou op. Nou, doe dan. Doe. Nee. Weet je, als je wilt dat Koen, als hij naar Vegas vliegt, die 10.000 op rood zet en vervolgens 20.000 wint, dat hij die kapot smijt in een stripclub, dan moet je even een duimpje omhoog doen. Vind ik op zich wel redelijk. Bij hoeveel duimpjes ga je doen? Bij 5 duimpjes omhoog. Bij 5 duimpjes omhoog gaat hij het doen. Ik laat jullie weten of het gelukt is. Jullie bedankt voor het kijken, luisteren. Ciao en tot de volgende keer. Hoi.